navolging van de intensieve bouwteamfase heeft Van de Ven in opdracht van de gemeente Gooisemeren het herstel van de oostelijke vestingwallen in Muiden gerealiseerd. We hebben de vestingwallen opgehoogd en gestabiliseerd door een combinatie van grondwapening, zand en klei. Daarnaast hebben we de damwanden aangebracht langs de oevers van de vestinggracht. Verder hebben we de contouren van de schietbanen in de vestingwallen teruggebracht en hebben we de vestingwallen voorzien van wandelpaden, trappen en groenvoorzieningen. Een van de grote uitdagingen van dit project waren de transporten van het materieel en de materialen in de binnenstad van de vesting. Door de inzet van klein materieel en door een deel van de werkzaamheden uit te voeren vanaf het water, hebben we de binnenstad maximaal weten te ontlasten. Voor mij als omgevingsmanager was het een erg uitdagend project. De werkzaamheden zijn praktisch in de achtertuin van de omwonenden uitgevoerd. Met deze 25 omwonenden heb ik tuintafelgesprekken gevoerd. En naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij een bewonerspad aangelegd, zodat de bewoners tijdens de werkzaamheden hun achteruitgang konden blijven gebruiken. Ook was er groot interesse van vele inwoners in de vestingstad. Om de bewoners op de hoogte te houden van de werkzaamheden, hebben we bij dit project de bouwapp ingezet en was er regelmatig een inloopspreekuur in het Muizenfort. Hierdoor zijn we tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar geweest voor de omgeving en dat hebben ze enorm gewaardeerd. De vesting Muiden maakt onderdeel uit van de Nieuw-Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Beide onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. Met het herstel van de oostelijke vestingwerken is een stukje cultuur-historisch landschap van Nederland weer in zijn oude glorie hersteld. De samenwerking met Van de Ven is meer dan goed verlopen en ik ben ontzettend tevreden met het eindresultaat. De vestingwallen zijn teruggebracht naar het historische karakter uit de tijd van de Stelling van Amsterdam. Met strakke contouren en steile taluds. Ontzettend gaaf resultaat.